Nee. Ja. Hoe los je dit op? Want ik kan het me voorstellen. Wat is een oplossing hiervoor? Ja, een oplossing is misschien dat de vrouw in kwestie, als ze er wel heel veel moeite mee heeft, dat ze aangeeft dat ze dit niet kan trekken en dat ze uit elkaar gaan. Is het ook te corrigeren, zoiets? Nou, kijk, je kan als vrouw zeggen, als je er niet mee ophoudt, dan ga ik bij je weg. Dat is manipuleren. Maar je kan ook gewoon heel eerlijk zeggen, ik gun het je van harte. Ik heb geen enkele zeggenschap over jou. Je bent een vrije mens. Dat is de spirituele visie ook, hè? Dat beide partners zijn volwassen mensen, hebben geen enkel recht op elkaar. Alleen, het is voor mij zo moeilijk. Het lukt mij niet om dit, zeg maar, met liefdevol gewaarzijn te omhelzen. Het lukt mij niet om dit een plek te geven in mijn leven. Ik blijf hier heel erg bekneld door. Ik blijf hier, zeg maar, onder lijden. En ik krijg ook steeds toch reacties van dat ik de pest kreeg aan jou ook. En dat ik boos werd op jou en dat soort dingen. Is geen gezonde situatie. Ik trek mij terug uit deze relatie. En het kan beginnen met bijvoorbeeld als je samenwoont om apart te gaan wonen. Want samenwonen en dan ook nog iets daarbuiten hebben is nog moeilijker dan als je een relatie hebt met iemand, maar wel apart woont. Want dan kan de buitelijk-echtelijke relatie kan dan in ieder geval uit het zicht geconsumeerd worden. Je hoeft dat dan niet mee te maken, letterlijk. Ja? Ik bedoel, als je partner 's avonds om 11 uur bij jou in bed kruipt met de blosjes nog op zijn wangen van zijn bezoek aan zijn andere vrouw, is nog veel pijnlijker dan alleen maar weten dat het af en toe gebeurt. Zeker. Ja? Vraag dus vanuit misschien je ervaringsdeskundigheid. Is het ook wel eens dat het niet zozeer pijnlijk is? Wordt zoiets ook wel eens als leuk ervaren in jouw ervaring? Van, hey, tof dat je het leuk hebt gehad? Of is dat altijd een klein beetje lijden? Dat is dus die idealitere, die ideale situatie waarbij zeg maar de partner of verlicht is al en dus überhaupt elke vorm van lijden weet te transformeren in zeg maar liefde en helderheid. Of het is een wenselijk gedrag vertonen, ja, uit angst om iemand kwijt te raken. En dat laatste, die kans is groter uiteraard, want het is gewoon echt heel moeilijk. Het zijn de moeilijkste dingen. Ik bedoel, we hebben allemaal die identificatie met dat aangeleerde zelfbeeld. Daarin zitten gewoon dat soort dingen. Dus als je werkelijk verliefd bent op iemand, dan wordt een kinderlijk deel van jouw ego wordt getriggerd. En dat is ook altijd het deel wat verlatingsangst heeft en wat jaloezie heeft en wat gevoelens krijgt van ik word er niet meer echt bij, ik word niet meer echt gewaardeerd, zelfafwijzing erover ook, waarom vindt die een ander leuker dan mij, dat soort dingen. Dat zit er gewoon allemaal in. Dus als iemand dan zegt van nee joh, wat leuk dat je het leuk gehad hebt, dan zou het best kunnen dat voor die persoon het toch al geen liefdesrelatie was, maar een soort friends with benefits relatie. Want bij dat heb je geen enkel probleem. Ik heb een aantal friends with benefits relaties gehad. En die dames hadden ook andere mannen waar ze mee omgingen. No problem at all.